verbonden onderneming maakt geen winst. Dat is dus een vooroordeel. Een verbonden onderneming is namelijk wel degelijk een financieel gezonde organisatie. Een ondernemer zei ooit, winst maken is als ademen. Je hebt het nodig om te leven, maar als je leeft om te ademen, dan mis je toch wel iets. En dat geldt ook voor een verbonden onderneming. Een ander vooroordeel is dat een verbonden onderneming niet zakelijk zou zijn. Ik denk juist dat wanneer je gaat werken vanuit een basis waarin je doet wat goed is voor jezelf en voor je omgeving, dat een hele duidelijke koers van groot belang is. En daar hoort bij dat je ook zakelijke beslissingen durft te nemen om die koers vast te houden. Dus een verbonden onderneming is wel degelijk een echte onderneming.